komen uit Gelderop en Roermond. En we hebben de auto naar Eibergen gereden. En daar zijn we de Berkel in gegaan gisteren. En naar Haarlo gezwommen, daar gekampeerd. Op kampement. En vandaag weer terug. En hoe lang duurt de zwemtocht van Eibergen naar daar? 5 kilometer, dus het is eigenlijk ongeveer nou, dik 2 uur zwemmen. Maar tussendoor stoppen we even, gaan we even picknicken. En af en toe even stoppen om heen kijken, wat drinken. Dus gewoon relaxen. Eigenlijk een beetje als een wandeltocht, maar dan in het water. En hoe is de waterkwaliteit en de watertemperatuur? Ja, het is op zich een beetje fris, maar die zon maakt het wel lekker. En het is heel helder water. Ja. Het is echt, ziet er goed zicht gewoon onder water. Ja. En niet heel veel begroeiing naar planten waar je doorheen moet waden ofzo. Dus dat, het is heel fijn zwemmen. En vis? Ik heb wel geteld 1 vis gezien. Ik zie wel vissers, dus ik neem aan dat er vissen zitten, maar ik heb er maar eentje gezien. Ja. Dat was echt verrassend. Maar wel heel mooi. Ja. Ja. Is hier zo vaker te doen en nog om aan te bevelen? Ja, zeker om aan te bevelen. Hartstikke leuk om te doen. Ja. Ja. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel. Veel plezier met deze tocht. Dat gaat lukken, dank u. Ja.